Bill die helpt je van de regen in de drup. Met alle dolle dieren in de jungle. Hey, dag avonturiers. Ik ben op weg naar de Jungle Club Rangers. Daar heb ik een afspraak met Elvira. Ik ben benieuwd of ze er al is. Ho, ho. Hey, mama Wil. Dag Elvira, wat heb jij nou voor een dier meegenomen? Dit is een koningspython. Oh, is die gevaarlijk? Nee hoor, ja, alleen voor kleine dieren dan. Eet die kleine dieren? Ja, ratten, muizen, kleine konijntjes. Oh, maar dan moet hij niet in de buurt van Roger komen. Nee. Zeg maar, hij heeft zo'n klein koppie. Hoe kan zo'n koningspython nou zo'n konijn eten? Ja, nou, zijn kaken zitten los van elkaar. Los van elkaar? Dus daardoor kan hij makkelijk dieren doorslikken. En met die 250 tanden, dan grijpt hij een dier. Daarna wurgt hij hem. En dan slikt hij hem in één keer door. Oh. Nou, het is inderdaad een heel bijzonder mooi dier. Ja, mooi hè? Maar hebben jullie nog meer dieren hier bij de Jungle Club Rangers waar we iets van kunnen leren? We hebben heel veel dieren. Oh. Kom maar mee, dan laat ik ze zien. Haal maar eventjes. Het is hier levensgevaarlijk met al die dieren. Kijk eens wat ik nu heb meegebracht. Wat een prachtige vogel is dit. Ik hou een beetje gepaste afstand. Zeg, dit is een uil. Ja, dit is de Europese uil. De grootste uil van Europa. Zeg, en waar komt deze uil voor in Europa? In Nederland zelfs. Echt waar? Ja, je kan ze herkennen aan de oorpluimpjes. Prachtige oorpluimpjes inderdaad. Maar onthoud het dus, als je in het bos loopt, kun je deze uil in Nederland gewoon tegenkomen. Zeg, jullie trainen dieren bij de Jungle Club Rangers. Hoe kun je nou zo'n uil trainen? Met heel veel geduld en aandacht. En zo hebben we haar geleerd om te vliegen in het park en we wandelen met haar. En kunnen we dus ook heel dichtbij komen. Ook dat. Zo, zeg, what's next? Hebben we nog een dier? We hebben hartstikke veel dieren. Ik zal de volgende ophalen. Elvira, ben je nou helemaal door de ratten besnuffeld? Ja, lijkt het wel op, hè? Maar kom maar mee, ik ga iets laten zien. Drie Jungle Club Rangers met drie ratten. Dit wordt een hele spannende wedstrijd. Ik kan niet wachten. Ik zou zeggen, deelnemers, klaar. Dan kan de wedstrijd beginnen. Oh, dit wordt een hele spannende wedstrijd. Daar gaan ze. Klaar. Oh, deze loopt een beetje achter. Gefinished. Oh, en dan komt de tweede. Er wordt al gefinished. En dan komt de laatste. Kom maar. Oh. Heel knap. De deurtjes gaan open. Oh, dit was een hele leuke wedstrijd. Bedankt, dames. Wauw.